Ik ben goed met mijn moeder. Niet echt van mij meer, maar wel van mijn moeder. Maar goed, ik ga lekker naar huis. Tijd om je dingetje doen. Bijna 11 uur. Nu ga ik de koffer niet meer lang huis. Dan kan ik ook een land doen. Dus ja. Even if I told you I could never let you go, I am not so sure you believe me. But if I mean to. Okay. Een hele goede morgen, mensen. Leuk te kijken, ik heb vandaag. Nou, dat is even door. En, leuk te kijken. En ik ga rijden, dat wind te rijden en ook het park en zo. Dus, ja, we hebben muziek om oortjes. Dus, ja. Dan zeggen we alweer, dan gaan we een topdag van. En tot straks, eigenlijk. Oké. Wow. Het is keihard tijdens mij. Maar goed. En lekker buiten nog. Weet ik eventjes. Dat een beetje. Lekker te chillen. Buiten. Dus de rest is gewoon lekker uit te rijden. Laatste keer. Dus ja. Het lekker even. Oké. En de thuis weer. Lekker even buiten. Dus ja. Lekker even. Dus ja, we gaan gewoon een keer thuis pakje maken, dingen doen, video opnemen. Dan je muur staat ook eens in leeg van de camera. Dus ja, dat een beetje. Dus we gaan gewoon lekker chillen vandaag. En niks doen eigenlijk. Zo, ik ben thuis. Een stukje, even door het bloempje erom gegeven. Dat had ik even gezellig, dacht ik even. Dus, nog even lekker naar huis toe. En even lekker eens dag even lekker doorheen crossen. Er was echt niemand. Dus het zijn wel iemand die tegenkwam, een goede vriend van mij. Ik ben ook een goede vriend van mijn moeder.
niet over mij meer, maar over mijn moeder. Maar goed, ik ga lekker naar huis. Tijd moet ik die dingetje doen. Bijna 11 uur. En nu ga ik de koffer met mijn wang uit. Dan kan ik ook een lampje doen. Dus ja. Dan gaan we gewoon rustig aan doen. Oké, je zit lekker om te eten. En eigenlijk de tijd weer hard. Gewoon heel veel dingen doen. Een vlog maken, een video maken nog even. Opnieuw. Gisteren ging het een beetje mis met de opname, want toen was de camera leeg. Ik kom morgen al zei hoor in het park. En ik doe nog even een ding. Op mijn Insta staat een post met hashtag ik doe niet meer mee. Zo, het is tijd voor koffie. Ik ben de bestaan van Sorrento. Ik had geen drinkvoeding meer. Dus ik heb het besteld. En nu is het tijd voor koffie. Dus ben ik even bakken doen buiten op de galerij. Laatste keer denk ik op de galerij. Morgen moet ik echt fiets en fiets schrijven weer. Zie ik daarna een geest in jullie. Maar ja, en dan zie je ze opgenomen. Ik ben voorkomen weer tegen voor elkaar een keer. Dus ja, ik kom ergens in. Ja, ze hebben het online. Ik heb wat, ja, ik heb wat plastic. Dus ik ga alleen maar. Ik kan het zien, maar. Dank je. Nu trouwens boven koffie. Wow, die shit. Ik kan niet meer. Nee, dat zijn open, maar het maakt niet uit. Dat ziet er lekker uit. Maar goed, ik deed het gisteren net gebeld of ik FaceTime. En of het mama ook weer. Dat is wel gek hoor. Volgend jaar maart, dus 3 jaar geleden kan ik over uit ook gewoon met elkaar gehad. Ik ben 37 joh. Nee. Het gaat zo hard hier in Nederland tegenwoordig. Maar goed, dus ja, nu weet ik niet wat ik weet voor hem. Ik heb wel een shit te eten.
Dan is het gewoon lekker rustig aan. En nu op vrijdag gewoon een avondje. Ik denk dat het best wel pittig wordt voor mij. En ja. Er gaat iemand weg die ik best wel mag. Want vorige week al zei, een paar dagen terug. Ja, echt goed. Dus goed, dan heb ik al lekker gegeten, lekker gesnijmd en ja, gewoon dan ga ik even een koppeling boven. Even chillen, doen. Dus ja, voor ons een lekker pannenkoek op vanavond. Het is lekker en goed te doen, dus ja, dat een beetje aan nou. De rest gaan we gewoon even zo. En dan chill kijken, dus wacht op. We zijn aan het kijken, want wij rijden nog mooi weer eigenlijk. Nog mooi weer rijden weer. Nog mooi weer, het gaat niet regenen hier in Utrecht, dacht ik, op Bayer gaan daar. Dus dan ga ik alsnog even buiten rijden. En deze ook, dus je moet neusen, maar goed. Randover is, maar goed. Ja, morgen hebben we nog mooi weer. Morgenmiddag gaat het echt weer bewolkt worden. Dan gaan we de deur lekker dicht. Dus, ja. Lekker bezig. Ja, leuk. Ja. Vond je het morgen leuk? Doe dan zeker een ding met de duim omhoog. Vergeet niet 100 abonneren als je niet meer schuld. We gaan even met de douchen, vrijdag wel. En dan hoor je dan wel weer, vrijdag. Uiteindelijk doen we van dit. Goed, voor de morgen ik tik en ik met de duim omhoog. Vergeet niet 100 te abonneren als je nieuw bent. Zie ik je morgen om 6:30 in een nieuwe vlog of om 8:00 een nieuwe delenvideo. Dus ik zeg mensen, tot de volgende. En het lijkt lekker.